kop klein gehouden. Ik kan even heel snel in 5 minuten proberen het aan te tonen wat het overeenkomt is tussen het kraken. De parade. Het begin van de Gouden Eeuw en het ontstaan van Amerika. Daar ben ik nu hoofdpersoonlijk ook mee bezig van het 400 jaar bestaan van New York. Namens de mensen die ik meewerk. Maar in ieder geval het kraken, we zijn natuurlijk allemaal mensen met kraken, zijn non-conformisten en zijn mensen met onrust. Die al vaak op het school, ook al niet in het schoolbankje konden blijven zitten. En dat zijn dus vaak de autodidacten, dat zijn vaak de eigenwijzen en dat zijn vaak de mensen die niet in systemen denken of daar in ieder geval ook niet in passen en er zeker niet in willen passen. In een kraakpan leer je dat niemand de baas is. Want iedere keer wil iedereen wel structuren aanleggen, maar laten we het nou zo. En dan we maken kasten en we maken kistjes en we maken afspraken. We maken tafels, we maken koelkasten en het werkt allemaal niet. Het werkt gewoon niet. Dus wat is dan het alternatief dat je leert, daar was ik toevallig al jazzmuzikant, dus je leert al jammen. Je wordt constant met elkaar, maar zonder structuur, zonder autoriteit, moet je met elkaar op zoek naar balans gaan. En dan blijkt dat, en dat had ik helemaal niet meegekregen, ook niet van de jezuïeten of ook niet van de krijgen mensen van universiteiten ook niet mee. Dus ik vind dat het kraken moet eigenlijk een verplicht onderdeel worden van universitaire studies. Want daar leer je veel meer wat de tijd allemaal in zich heeft aan problemen, aan voor- en nadeel, dan dat je dat op een studie van 6 jaar in hetzelfde lokaal met hetzelfde geld en dezelfde temperatuur. Kraken is dus echt het echte leven en je leert dus het echte leven. Leer je ook leven. Ook de Verenigde Staten zijn het met z'n allen. Dat land is van iedereen. We moeten het met z'n allen vormen vinden om dat land te ontwikkelen. Dan zie je aan Amerika hoe goed dat kan. Dan zie je ook aan Amerika natuurlijk hoe slecht dat kan. Ik vind ook de politiek, dus de beroemde meneer Brinkman van de PVV, die zadelt, dat is voor mij echt een wijkagent. Ik ken meerdere kraakers uit Amsterdam die meneer Hero Brinkman nog met de wapenstok achter hun aan hadden. Want hij zou zo even het pand uitjagen. Deze ridder heeft zich in de politiek begeven, heeft de politiek gekraakt. En die zadelt dan even. Doe er nou eens wat aan, want dat kraken moet ophouden. Ja, maar ik vind wel dat het inderdaad tijd wordt voor een witboek. En ik wens u veel kraakplezier. Dat het in een kraakpand was, wist ik eigenlijk niet, maar ik had het eigenlijk wel kunnen verwachten natuurlijk. Ik Den Haag niet zo heel erg als een kraakstad zien, maar misschien kunnen jullie dan als een keer informeren hoe het staat met het kraken in Amsterdam. Amsterdam zou niet zo zijn als het kraken er niet was geweest, denk ik. De manier waarop Amsterdam er nu uitziet, is mede bepaald door, denk ik, door de kraakbeweging. En de grote behoefte aan woningen, ook de mensen die hun nek hebben uitgestoten, denk ik, in een moeilijke periode van de stad, dat die de panden hebben benut en voor veel betere doeleinden dan alleen maar leeg laten staan. En heel veel van de, wat we nu tegenwoordig de creatieve klasse noemen in de steden, waar iedereen nu zo vol op jacht naar is, dat de kracht eigenlijk bepaalt van grote steden, is denk ik ook door de kraakbeweging in velerlei vorm, denk ik, ook al ingezet in Amsterdam. We leven natuurlijk nu wel in een wat andere tijd. 2009 inmiddels alweer. En er zijn regelmatig ook aanvallen geweest op de kraakbeweging vanuit de politiek die op weg bouwden naar een algemeen kraakverbod. De laatste versie heeft hier een aantal vorig jaar van meegemaakt. Een nieuwe poging om een toch algemeen kraakverbod te komen. En waarom eigenlijk? Want uiteindelijk is ons inzet er ook heel veel met de kraakbeweging om de leegstand te bespreiden. Daar zou het over moeten gaan in onze steden, daar zou het over moeten gaan in de Tweede Kamer. En daar gaat het veel te weinig over, wat mij betreft. De leegstand in die steden, en er is een onderzoek van het Regioplan, dacht ik ook vandaag ook aan aanwezig. Wij blijven dat die leegstand in steden weliswaar ook in woningen zit, in bedrijfsruimte, winkels, maar relatief klein is op dat punt op dit moment. De trek naar de stad is enorm, enorm en de druk op de stad is groot. Maar de leegstand in woning is relatief klein. Maar de grote opgave is die enorme leegstand van kantoren. Wij hebben in het verleden
op veel te veel kantoren maar laten bouwen die nu voor niks daar een beetje staan te verpieteren. Alleen al in de regio Amsterdam, of in Amsterdam praten we over 1 miljoen vierkante meter wat gewoon leeg staat. En de crisis zal daar zeker niet bij helpen de komende tijd. We hebben al heel veel plannen gewoon geschrapt in het maken van kantoren. Maar er zijn al minstens zo'n 300.000 vierkante meter wat gewoon absoluut nutteloos zal zijn. Dat nooit meer een kantoor zal zijn. En het gekke is dat in Nederland het wel normaal vinden dat leegstand van afgetrokken mag worden van de belasting, voordat bedrijven gaan betalen daarvoor. Dus we subsidiëren op dit moment in onze belasting gewoon leegstand. Dat vinden wij normaal. Ook de partijen die nu voor een kraakverbod pleiten. Dat vinden ze normaal, dat vastgoedeigenaren gewoon hun leegstand gewoon kunnen aftrekken voordat ze de belasting gaan betalen. Dat vind ik niet normaal. Want die vierkante meter ruimte kan in deze tijd een hele goede functie vervullen. Heel veel jongeren hebben ook in deze periode, in deze tijd, behoefte aan fatsoenlijke huisvesting, behoefte aan betaalbare huisvesting. Daar kunnen wij die 300.000 vierkante meter heel goed voor gebruiken. Ook al is het niet altijd op de plek waar jongeren en studenten heel graag zouden willen wonen. Die willen ook allemaal op een kleintje in het centrum wonen. Dat gaat niet allemaal lukken. Dat is mijn boodschap vooral, van die leegstand, daar moeten we hard aan werken. Wij zijn niet aan te ordenen, wat mij betreft, dat hele groepen die gewoon op zoek zijn naar goedkope woningen, eigenlijk gecriminaliseerd worden en heel veel jongeren daarmee bijvoorbeeld al een strafblad zouden kunnen hebben voordat hun leven en hun werkzaam leven eigenlijk gaat beginnen. Is er dan helemaal niks aan de hand? Tuurlijk. Ook deze dag zal waarschijnlijk door NOS Journaal niet halen. Maar als er een steen door het raam van Job Cohen gaat, door de kraken, dan had het de NOS Journaal wel. Dus het beeld van de kraken wordt ook heel erg nog steeds gedomineerd door die vervelende momenten waarin het misgaat. Dat is lang niet het beeld, want in de werkelijkheid worden heel veel ontruimingen op een normale manier gedaan. En Amsterdam ontruimt alleen maar volgens het driehoek wanneer er ook echt een bestemming voor is. Ontruimen voor leegstand. Daar moet je de politie niet voor gebruiken. De politie is hier aanwezig. Maar het zou te zonde zijn dat we onze agenten gaan gebruiken. Alleen maar om vervolgens weer leegstand mogelijk te maken. Maar het is wel wat aan de hand. In buurten waar je kraken soms zitten die echt totaal alles vernielen. Hebben we ook gezien. Waarbij hele woningen worden uitgeleefd en rotzooi op straat is. En die discussie moeten jullie ook in eigen kring. Niemand is daar persoonlijk direct voor verantwoordelijk. Maar het bepaalt wel heel het beeld van mensen. En dat staat jullie in de weg om te zorgen dat kraken ook mogelijk blijft, ook in de toekomst. En een ander element is dat ik ook vind dat als er heel veel schade wordt toegebracht aan panden en dergelijke, die ook niet verklaarbaar zijn. Dat hele wc-pot dan allemaal kapot is, al het koper eruit gejat is en zo. Dat snap ik ook niet meer. Dat heeft niets meer met kraken te maken. Dat heeft gewoon met diefstal en met geld verdienen te maken. Dat moet aangepakt worden. En de mensen die dat doen, moet eventueel ook strafrechtelijk veel beter vervolgbaar zijn als ze daar in groepsverband aan werken of niet. Maar dat zijn de uitwassen wat mij betreft van dingen die gebeuren en die moeten aangepakt worden. Maar dat is geen reden om te pleiten voor een algemeen kraakverbod en dan vervolgens eigenlijk tandenloze instrumenten aanbieden in het nieuwe wetsvoorstel wat het CDA en de ChristenUnie en de VVD van plan waren. Ja, nee, dat is het. Ja, 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 dat is het.